Dinant Zijlstra, vlak voor de start van de eerste, want dat is hij iedere dag weer bij de zesdaagse. Dat is de tweede dag. En het is wat, als je iedere dag weer de spits af moet bijten. Dat geldt niet alleen voor Dinant Zijlstra, maar ook voor zijn grootste concurrent. Peter Hansson, de Zweed, u heeft hem hier in beeld. Hij verrast vriend en vijand door net een snelle tijden neer te zetten. En Martin Schalkwijk, hoe gaat het met hem na die eerste dag? Moet je veel sleutelen, Martin? Niet zoveel. Onderhoudswerk. Je gaat goed, hè? Ja, gaat prima. Had je dat gedacht dat je één zou staan na de eerste dag? Nooit. Henk Poorten dan. Goed, Henk. Goed. Dat is flink sleutel, hè? Ik ben nou weer lekker op temperatuur, dus... Het is te zien. Hoe komt dat? Gisteren toch tijd tekort? Ja, ik heb me gisteren een beetje verkeken. Ik dacht dat ik aan de krappe kant was. Ik denk doorgereden in plaats van de band te wisselen. Alsnog band wisselen voor Henk Poorten dus. Met de handen, zonder hulp en binnen 8 minuten. Want voor iedere minuut die je pakt, krijg je strafpunten. En strafpunten die brengen je in de problemen. Het is een zware klus, het moet iedere dag gebeuren. Wil je tenminste optimaal grip hebben op de crossproeven. Zo kan het ook. De complete cilinder eraf voor de Fransman Gilles Lallet. Bekend van de monstercross in Le Touquet. Een van de betere Franse enduro-specialisten. Op de kop met het ding en bouwen dan maar weer. En de voeten van Gerard Rond. U hebt het mogelijk gisteren gezien. Hij heeft problemen, met name met zijn rechtervoet. Het is een man waarvan iedereen een heleboel verwacht. Ben je het ziekenhuis geweest? Nee. Hier hebben ze gecontroleerd en het zijn alleen de banden en zo, dus dat valt er mee. Niet echt iets aan de hand. Ja, ik kan ermee rijden, dus dat is goed. Alleen ja, je kan niet helemaal voorgaan meer, dat is een beetje jammer. Zo moeilijk gaat het met die voet. Zo eenvoudig is het dus allemaal blijkbaar niet. De wereldkampioen, Sven-Erik Jönsson, fabrieksrijder voor Husky en tweede in het klassement. En hij zegt, ik krijg het moeilijk met Poorten. Reken daar maar op. Het is hier in Nederland akelig zwaar. En Kees van der Ven, derde na de eerste dag. En dan bijna de eerste strafpunten, want in de enduro-sport krijg je ze zomaar. Arno Drees is erbij, de trouwe helper van Gerard Rond en Kees van der Ven. En kijk wat er hier gebeurt. Van der Ven krijgt hem niet aan. Dat moet binnen een minuut. Zo niet, dan krijg je 60 strafseconden en de klok loopt gewoon door. De spanning stijgt, want hij is een van de toppers uit het Nederlandse FAS-team. En dan, met nog 4 seconden in die minuut, krijgt Kees van der Ven zijn KTM aan